Venlo is de logistieke hotspot van Limburg. Hier komen vervoer over de weg, het water en het spoor samen. De drukke spoorverbinding tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen naar het Ruhrgebied loopt hier dwars door de stad. Venlo-Zuid wordt gescheiden van de rest van de stad door een groot spooremplacement waar volop gerangeerd wordt. Duidelijk is te zien hoe de goederentreinen, soms met gevaarlijke stoffen, dwars door bewoond gebied rijden. Wie weet wordt er ooit in de toekomst een hartewens van veel Venlonaren vervuld en komt er een omleiding voor het goederenvervoer per spoor ten noorden van Venlo. Het spoor volgend richting de Duitse grens komen we terecht boven de Grote Heide. En daar, aan de oostelijke rand van Venlo, zien we een bijzondere wijk, de Bloemenbuurt. Eind jaren 50 aangelegd in een bosrijk gebied. Wonen in het groen, moeten de planners hebben gedacht toen ze het ontwerp maakten. Maar alleen vanuit de lucht kun je goed zien wat er 60 jaar geleden op de tekentafel is bedacht. We nemen weer het spoor, terug van Venlo-Oost naar de Maas en zien onder ons het station, het stationsplein met de tunnel. En bij de Maasbruggen aangekomen verwelkomen we daar een nieuwe toevoeging aan de Venlose skyline, het stadskantoor. Het lijkt wel een grote tuinbouwkas. Kan het Venlozer? Wat meteen opvalt is de groene gevel. Niet alleen mooi, maar de planten zorgen voor luchtfiltering en houden regenwater langer vast. En zonnepanelen leveren energie. En de kas bovenop het gebouw levert warmte. Alles aan en in het gebouw is duurzaam en voldoet zo aan het cradle-to-cradle principe. Oh ja, er gaan ook nog mensen in werken. Begin oktober is de officiële opening. We gaan weer omhoog met de helikopter en kijken nog één keer over de schouder naar het stadje van plezier als we onze reis vervolgen.